De meeste mensen zullen Jan Jansen kennen van de jaarlijkse sleuteloverdracht waarbij hij politici en andere bekenden op ludieke wijze op de korrel neemt. Met dezezelfde Jan Jansen kunnen politici ook gezellig een kop koffie drinken. Het komende jaar stelt hij ons voor aan alle raadsleden die mede namens u het beleid in Maastricht bepalen. In deze editie gaat Jan Jansen in gesprek met PvdA-raadslid Anita van Ham, die tevens commissielid Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit is. Aan tafel met Anita van Ham, lid van de PvdA. Raadslid. Van waar die interesse ineens voor de politiek? Die interesse die gaat helemaal terug in eerste instantie van mijn vorige baan. Ik heb hiervoor bij Vodafone gewerkt, 14 jaar lang. En van die 14 jaar heb ik 9 jaar in de ondernemingsraad gezeten. Daar dus geproefd aan hoe je als medewerker van het bedrijf, door te praten met bestuurders van het bedrijf, dingen gedaan kan krijgen. Je krijgt sowieso de informatie op eerste hand. Je kan over meedenken, meepraten, dat doorvertalen naar je collega's. En dat is eigenlijk de aanloop geweest naar de politiek. Zijn er speciale aandachtsvelden waar je je bijzonder voor interesseert? Ja, in zoverre dat mobiliteit natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is voor deze stad. Kijk maar naar de A2. Ik vind het bewonderenswaardig wat de mensen daar doen. Met gewoon een kruispunt verleggen, gewoon van de ene nacht op de andere. Ik geloof dat ze anderhalve nacht ervoor nodig hebben gehad om het voor elkaar te krijgen. En gewoon het project wat dat voor een waarde, maar ook betekenis heeft voor deze stad. Ja. Dat zijn hele mooie dingen om mee te maken en ook aan bij te dragen. Dus dat is een heel belangrijke. Ja. En mobiliteit en dus ook indirect bereikbaarheid van deze stad is ook een heel belangrijke. Dus het parkeren en het voor de deur willen parkeren en liefst bij Albert Heijn binnen in de hal willen parkeren, ja, zoals dat hier gewend is. Ja. En ik ben zelf ook af en toe schuldig aan maken hoor, dat niks menselijks is mij vreemd. Dat is ook een heel groot vraagstuk. Ja. En dat is ook iets waar wij als PvdA zelf ook heel veel hard maakt. Dat we niet blijven bouwen aan parkeerplaatsen midden in die stad. Maar dat we dat buiten de stad proberen te brengen. Ja. Kijk, de parkeergarage bevrijdt of die ligt er nou eenmaal. En om die nou dicht te metselen, dat is ook geen optie natuurlijk. Ja. Je kan hem heel duur maken. Kijken of die daardoor wat minder druk bezocht wordt. Maar nogmaals, mensen willen bij de Bijenkorf blijven parkeren. Dus wat dat betreft is het gewoon zoeken naar andere oplossingen om die stad toch bereikbaar te houden. En daar hoort het stimuleren van openbaar vervoer, maar ook fietsen en dat soort dergelijke hoort erbij. Ja. Ander onderwerp wat natuurlijk ook groot speelt op dit moment is milieu. De duurzaamheidsopdracht die we hebben. En dat is ook een hele belangrijke, dus daar moeten we ook vooral op blijven inzetten met alle mogelijkheden die er zijn. Dat is ook een hele klus. Dan Anita van Ham, privé. Heb jij bepaalde hobby's? Anita van Ham privé is geboren en getogen Maastrichtse. Geboren in Lummel, opgegroeid in het Vrouwenveld. Ik woon hier dus ook al nu 46 jaar. Behalve één uitstapje naar Stijn, wat ik mijn ouders vergeven heb. Toen was ik heel erg jong. Op veel plaatsen gewoond, maar vooral opgegroeid in de Frankenstraat van Oppenstraat. Ja. Dus echt midden in het Witte Vrouwenveld. Op de Geus op MAVO gezeten en zo. Heerlijke jeugd gehad. Daarna gaan studeren aan de MEAO. Die lag ook in het Vrouwenveld. Vroeger was het gewoon praktisch en vooral ook doen. Even gewerkt en toen besloten om bij dat werken nog door te studeren in de Engelse taal. Ja. Omdat ik dat een leuke taal vond, ik daar goed in was en daar iets meer mee wilde doen. Ja. Nou, dat was in 1991 of zo en toen bleek de enige mogelijke doorstudeermogelijkheid was de lerarenopleiding. Dus toen ben ik inderdaad bij mijn fulltime baan, 's avonds 2 dagen in de week de lerarenopleiding gaan doen in Sittard. Toen nog HKLS Sittard. En daar is ook een hobby uit voortgekomen. Ik heb de opleiding netjes afgerond met een diploma. Ik heb ook een tijdje lesgegeven, dat was heel erg leuk. Maar om de taal bij te houden, lees ik nu nog heel veel Engelse literatuur. En soms is dat echt literatuur zware kost, maar vaak is het ook gewoon heerlijk Lord of the Rings of Tolkien, Hobbit nog een keertje lezen. Ja. Met name om om de taal bij te houden. En ik merk ook dat als ik boodschappen ga doen en weer eens voor een boek sneuvel, dat dat ook gewoon 9 van de 10 keer een Engels boek is. Een Engels boek is, ja. Dus als ik even een uurtje heb, of het nou wel of niet in het zonnetje is, dan komt er een boek tevoorschijn en dan ga ik lekker zitten lezen. Ja.